Sony Media. Ik heb er natuurlijk geen diepgaand onderzoek naar gedaan. Maar... Ja, maar dat doen wij hier. Je moet altijd gewoon doen alsof je dat... Dit is de onderbuikkast. Het is gewoon... Ja. Je mag alles zeggen dat je wil. Je hoeft niks... Er is geen enkele bewijsvoering. Nee. Doe, okay, het laat gewoon de innerlijke viaduct helemaal naar buiten. Twee vrienden op zoek naar een vriendin. Diep gesprek, emoties bloot. Hier geen oude jongens krentenbrood. Geen plek hier voor mensplenen. Een ode aan de vrouw. Twee vrienden, dit is de Zelfspotcast. Zo Jaap, zo. Even wat rechterop zitten. Hè? Even weer erbij. Nou, ik zit nog steeds wel aardig krom, want de gast is er nog niet. Nee. Die komt zo meteen pas. Dan ga ik mijn rug rechten. Ja, je ziet eruit als een soort van ijshockeyer. What's up with that? Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik heb wel iets een link met ijshockey. Is dat zo? Ik heb zelf zelden tot nooit, misschien wel nooit, geijshockeyd. Nee. Maar mijn nichtje, Pamela, die woonde in Amerika, nu inmiddels in Nederland. En die is tot Harvard toegelaten. Omdat ze heel goed kon ijshockeyen. Dat is zo slim, met zo'n niche sport. Ja. En dan kom je er binnen. Nou, maar dat is natuurlijk in Amerika geen niche sport, denk ik. Nee, is daar een groot sport. Ik heb nog een ijshockey shirt met Van Riesema erop. Ja, Van Riesema. Van Riesema. Vet, wat, hè? Vet. Ja. Maar zou zij ook een vriendin van ons kunnen worden? Want we zitten hier in de vriendinnenshow. Ja, Pamela is echt een hele, hele leuke. Ja. Maar heel veel nichtjes van mij, denk ik, kunnen hier allemaal in de stoel. Ja, van mij ook. Ja. We hebben allemaal leuke nichtjes. Ja. Waar, ja. Geweldige nichtjes. Hey, maar dat kan dan weer niet, want dat zijn nichtjes. Dat is familie. Dat dat kwalificeert niet. Nee. Nee. Wie komt wel? Dat is Nienke Schavenmade. Zij... Jij neemt haar mee. Hè? Ja, ik heb haar uitgenodigd. Omdat ik denk dat dat een goede match zou kunnen zijn. Ik heb haar eigenlijk maar 1 of 2 keer ontmoet, geloof ik. 1 keer op boekenbal. En ik heb het idee dat we toch een paar belangrijke raakvlakken hebben. Zij is ook volgens mij lid geweest van het koor. Fucking mooi. Ja. Ja. Ze komt uit Beverly Beeldhoven. Ja, Beeld. Nou, ja, de Beeld. Dan zit je maar al... is de Beeld wel Beeldhoven? Nee, de Beeld dat is natuurlijk waar de temperatuur gemeten wordt. Ja. Het is natuurlijk niet Beeldhoven. Leuke openingsvraag, Jaap. Ja. Nou, hoe is dat dan met die temperatuur? Mijn vader is geboren in de Beeld. Dus echt? Ja, absoluut. Ja. Nou, dan kun je dat misschien een keer met je vader bespreken. Gaan we niet met Nienke bespreken. Nee. Maar zij heeft toch ook zeer progressieve ideeën over de wereld. Ze maakt hele leuke filmpjes op den Instagrams. Waarin ze met name... Met één filter. Opneemt. Ja, met één filter. En dan doet zij een soort Haagse mevrouw na. Met dikke lippen en oorbellen. En dan gaat ze filmpjes van tetoïde jonge mannen commentariëren. En dat doet ze heel grappig, vind ik. En ze zegt eigenlijk niet zoveel, maar ze maakt... Ja, ze maakt filmpjes... Ja, je hebt maar heel weinig te zeggen om een tetoïde verschijnsel af te straffen. En ik heb het idee dat dat wel gewoon een goede match is. Dus ze deelt onze achtergrond. Het is toch belangrijk in een vriendschap. Hè? Zeker. Als je kijkt naar onze eigen mannelijke vrienden, zijn het toch vaak mensen met dezelfde achtergrond. We hebben het ook een keertje over gehad dat als je dus lid bent in Amsterdam, dan jongens hebben dan toch vaker ook een vriendin. Ja. Omdat dat daar gemengd is. Volgens mij was zij Amsterdam ongemengdheden. Om dan toch even over het vooroordeel, want daar beginnen we mee, dan gaan we er zo meteen naar halen. Ik denk dat zij toch zich een beetje verzet tegen alle tetoïde mannen, omdat ze natuurlijk toch bij het koor in Amsterdam een beetje getraumatiseerd is. Ja? Misschien heeft ze wel een paar nare hele nare mannetjes gehad. Zeker in die tijd. 1982 is zij geboren. Dus ze is 2 jaar ouder dan wij. Ze is 2 jaar ouder. Nou, dat dus vind dat ik was ook best leuk. Wel lastige... dat we, want dit is aflevering 3. Dat we een was een lastige tijd. Dat we nu eens een keer een vrouw hebben die wat ouder is dan wij. Al is het maar 2 jaar, is eigenlijk nog steeds zouden generatiegenoot. Zouden wij ook een vriendin van 50 kunnen hebben? Nou, ik merk al wel dat we hebben nu pas 3, het is aflevering 3 pas, maar we zijn toch geneigd om het jonger te zoeken dan wij zelf. Ja. Dat is eigenlijk heel opvallend, want we zijn niet op de huwelijksmarkt, maar op de vriendenmarkt. Ja, dat is wel waar. En op de huwelijksmarkt hoef je natuurlijk ook helemaal niet alleen maar vorige keer heb ik geleerd, of de eerste aflevering met Talicia, heb ik geleerd dat eigenlijk moet je het in dezelfde levensfase zoeken met kinderen en met rela's en leeftijden en dingen. Dus dat zit ze allemaal in. Ze heeft een kind. Ze heeft een kind en ze heeft een vriend. En ze woont in het buitenland. Weliswaar Brussel, België dan. Bruxelles. En daar hebben wij natuurlijk weer. Is echt en daar hebben Nienke en ik natuurlijk weer een ontzettend raakvlak. Daar is
eerste raakvlak. Nou, jij hebt helemaal geen idee wie Nienke is. Nee, ik heb wel wat op de Instagram gekeken. Ja, maar het lijkt mij wel een pittige tante, denk ik. Ja. Zeker als jij omschrijft er ook. We hebben veel raakvlakken. En, ze schrijft en ze durft. Dus ik denk dat ze wel pittig is. Ik denk dat ze wel makkelijk meedraait dan bij ons. Want ja, dat is ook wat wij doen. En ik denk dat ze, omdat ze natuurlijk ook een Corinne is. Ja. Een corporette, dat ze ook wel tegen een stootje kan. Dus als wij ergens een keer een grapje maken, een dingetje, een gebbetje. Ja. Ze gaat niet achterover weglopen. Nee, maar ze gaat ons denk ik wel corrigeren. En dat is ook goed voor ons. Ja, later maar komen. Ja. Ja, voordat we verder gaan, voel jij je gehydrateerd vandaag? Ben jij goed gehydrateerd? Nu je het zegt, ik ga even een slokje Aquarius nemen, want ik moet hydrateren. Wacht even hoor. Ik ook. Even wachten. Oh. Hey, ik heb lemon kan zo droog vandaag. Worden hè, van het praten. Ik heb lemon. Ik heb ook lemon, Jaap. En ik zie ook op de verpakking dat ook lemon is low in calories. Maar dat is helemaal niet verkeerd, hè? Ze zijn allemaal is dat heel fijn, dan kan je dat gewoon rustig drinken. Ongelooflijk. Deze rubriek heet Thirsty Talk. Ja. Huh? Wij vertellen elkaar een flauwe, droge mop. We blussen dat af met een stukje Aquarius. Hydratatie. En dan komt de gast. Want de vrouw kan meestal niet heel hard lachen om een hele stomme mannengrap. Nee. Huh? Ik heb er eentje voor je meegenomen. Ja. Zal ik dat doen? Ja, doe maar. Oké. Ik heb het grootste deel van mijn leven in het onderwijs gezeten. Ik was een bijzonder trage leerling. Oh ja, wel leuk. Goed, hè? Ja. Oh, bijna Mark Rutte. Het wordt heel droog in één keer. Wacht even hoor. Mijn god zeg. Sander, wat moet je niet vergeten? Om de hele dag te blijven hydrateren. Dus niet dat je denkt van ik ga alleen maar even in de ochtend hydrateren. Nee, maar dat doen heel veel mensen verkeerd. Gewoon hè? De hele dag. Je hebt ook avond hydrateerders. Ja, dat denken mensen dat je in de avond moet hydrateren. Maar het is de hele dag door moet je hydrateren. Hydrateren. Incasseren. Zo is het. Goed, we gaan naar de gast. Nienke, welkom aan deze tafel. Ja. Helemaal uit Bruxelles. We hebben je net al even geïntroduceerd. Wat doe jij in Brussel? Hoe kom je daar nou weer verzeld? Ik zit daar te zitten. Ja. Mijn vriend kreeg daar een baan aangeboden. En toen en ik had een baby en niet heel veel plannen. Dus ik zei, kom, we gaan. Zei vooral, kom, we gaan. Of had hij nog wel dat hij dacht, hij is niet per se direct van verandering. En ik ben dat wel altijd wel. Jij bent van het avontuur. Oh, dus jij vond het wel leuk. Ik vind te lang. Dat dacht ik. En toen kwam de realiteit. En toen kwam ik daar. En toen bleek het helemaal niet 50-50 taal te zijn. Maar eigenlijk gewoon 98% Franstalig. Ja, joh. Ja. En 2% Nederlandstalig. Ja. En ik spreek wel wat Frans. Maar op sociaal, ik zou dit niet in het Frans kunnen. En Vlaams zou je dat wel kunnen? Allee. Maar dat is heel gênant. Maar het is wel. Ik hoor nu al dat je niet in Nederland woont. Omdat je eigenlijk met een lager volume praat dan de gemiddelde Nederlander. Wij zitten hier te kwaken. Wij blaten. Maar zou het ook kunnen, omdat we zo hard praten, dat we ook sneller ruzie met elkaar krijgen? Dat het eigenlijk een gepolariseerde land wordt. Omdat we zo hard praten. Dat Belgen eigenlijk ook veel meer. Maar het is ook een soort gezien willen worden natuurlijk. Ja. Gehoord willen worden. Ja. Nederlanders zijn elkaar de hele dag aan het bekijken. En het ook meteen benoemen. Heel, alles wordt de hele tijd. Wat is dat? Zijn dat parels? Zijn dat parels? Ja, heel hard inderdaad. En dan word je er heel... Dit is heel Hollands. Maar je moet gewoon steeds iets harder meepraten. Dat is prima. Dan kom je weer helemaal terug. In jouw oude koortijd. Want je hebt bij het koor gezeten. En daar heb je natuurlijk ook moeten brullen en schreeuwen. Dat heb ik zeker gedaan. Waar heb je gestudeerd? Amsterdam. Zo. Nou, gestudeerd is een groot woord. En je hebt vooral gekort. Maar ik heb wel gecorporeerd. Maar we hebben jou net al heel even kort besproken. Allemaal louter positief en leuk en gezellig. Maar daar bespreken we ook een klein vooroordeel. Nou, Sander kent je al een beetje. Ik nog niet zo goed. Dus ik dacht, waar het hoofdonderwerp uiteindelijk gaat volgens mij over Tetiaanse filmpjes op internet en figuren. Ja, maar ook Tetiaanse vrouwenfiguren. Ja, en de Threadwives. Inmiddels moeten we echt niet meer alleen maar kijken naar wat de man allemaal... Maar komt dat, want ik dacht misschien komt dat dan toch een beetje vanuit het koor dat je daar de eerste mannen zag die dat soort trekjes vertoonde? Of is dat onzin? Nou, ik denk dat het sowieso, en dan gaat het niet eens om het koor, maar meer om de tijd, dat in die tijd, dat was rond 2000, dat we helemaal nog niet zo bezig waren met waar de vrouw stond en waar de mannen waren vooral er niet mee bezig. En vrouwen eigenlijk ook niet. Zoals die excuses die een paar jaar geleden is gemaakt door Halsema
aan de vrouwen die bij het AC-AVSV een brief hadden geschreven van dit kan niet meer. Ja. Nou, die sperma-emmers. Ja. Oh ja, 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 ja. Echt, ja, echt vreselijk. Ja. Ja, die, ja. Dat heb ik toen ook gezegd, dat was nooit gebeurd in 2000. Ik had nooit bedacht dat dat niet kon. Ik had bedacht dat het niet kon. Echt? Echt. Maar waren er toen... Maar dat is ook al vanaf nog jonger, hoor. Ik denk vanaf 14 tot laat ik zeggen 26, zou ik echt wel een aantal heren het echt heel moeilijk kunnen maken. En dat geldt voor heel veel vrouwen. Ja. En ik ben nu oké, okay, ik vind het fijn. Ja. Maar dat is gewoon, in die tijd was dat gewoon echt niet... Het werd ons ook niet geleerd. Nee. Het werd ons niet geleerd. Voor mannen geldt hetzelfde. Ja, dit was gewoon de cultuur. Ja. Dus gewoon sowieso wel een beetje stoer doen. Nou, en niemand sprak je daarop aan. Nee. Dat is het hoofdonderwerp. Gaan we zo. Ja. Eerst gaan we beginnen met de dieptepuntjes. Want dat doen we in de Sales Podcast. We klagen over leven, klagen over onszelf, klagen over elkaar. En nu mag jij klagen. Oh, lekker. Ik wil even alleen in eerste plaats even klagen over indoor speeltuinen. Jou misschien wel bekend. Oh, mijn god. Ik hoor van iedereen dat heel leuk is. Ik begin nu, mijn dochter begint nu te lopen en ik moet naar indoor speeltuinen. Want het wordt nou, weer je nu. Moet wel een abonnement erop nemen en dan anderen laten gaan. Maar de cacophonie van ellende. Ja, en het gebrek aan akoestieke, akoestische. Ja, maar volgens mij is het nooit. Er is niet een akoestische ruimte waar kinderen. Dat als er zoveel kinderen aan het schreeuwen maar zijn. Maar kan toch iets met een eierdoos. Nou, je kan vooral je kinderen ook leren om wel echt lekker te spelen. Maar het hoeft niet altijd gepaard te gaan met heel veel schreeuwen. Nee. Dat is het gewoon. Maar dat dus hoeft niet. Indoor speel. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat eruit. Waar ga je dan heen met jouw zoontje? Nou, in zoontje? Brussel zit er eentje. De Stardust. En dat is. Dat is gewoon een soort. Misschien is het ook wel, in Brussel is het ook misschien om iets minder fancy. Dus misschien dat jij wel... Oh ja, heel shabby. Nee, ik ga echt naar... Misschien nog wel fijne plekken. Dat zou kunnen. Ga naar een chic hoor. Nee, kijk. Maar hoe ziet dat eruit? Neem ons mee naar een Brusselse indoor speeltuin. Een nattige gang waar je zo door moet. En dan kom je binnen. En dan zijn maar helemaal nat, hè? Ja, is helemaal nat. En dan kom je binnen. Ik had niet over de sperma-emmer zitten. Nee. Ja. Maar je glijdt meteen uit over een sperma-emmer. Je glijdt meteen... Nou, dat is niet oké. Maar een vochtige Brusselse gang. Ja. En dan kom je binnen en daar heb je gewoon. En dat is gewoon een en al kussen. Met en hoor je ballen. Bonjour, entree. En ja. Dan. En dan, het is ook. Het licht, het is bedompt. Het is ook niet lekker fris. Dus het is heel donker en het is heel. Maar het zijn wel Belgische kinderen, dus die zijn wel rustiger relatief. Ja, maar toch op het moment kinderen dat ze samen kinderen, zijn. Het is echt een afschuwelijke ruimte. Je bent heel blij, zeker die eerste paar jaar ga je nog wel meemaken, Sander, met iedereen. Het is echt heel fijn om het wel te hebben en te doen. En dan de oppas er vooral heen te laten gaan. Maar heb je kunnen ze niet razen. Betaal je dan moet je wel extra betalen. Ja, maar dat doe ik echt zeer graag. Maar ik zie bij ons heel veel mannen die hebben dan... tussen haakjes papa dag. En die gaan daarheen en nemen ze een laptop mee. En dan zitten ze met van die dingen om hun schoenen. Want dat moet je, weet je wel, van die zakjes. En het ziet er zo lullig uit. Dan zitten ze met zo'n Acer laptop. Weet je wel? Zo'n een dikke MacBook. Zo'n Acer. Ja. En dan zitten ze daar te werken. Ja. Ik kan daar helemaal niet werken. Met van die douchebags om je schoenen. Ja, zit je daar. Ja, dat lullig, gaat er daar ook mensen te werken. Ja, vreselijk. Maar goed, dat was echt een heel klein... Ja, maar we gaan door. Mijn groot dieptepunt, wat voor mij persoonlijk is, maar eigenlijk ook voor allemaal. Het is namelijk zo, 3 jaar geleden, het is een ziekenhuis in Brussel waar ik af en toe kom, want ik heb ook gewoon wel eens dingen. En ik ben ook niet perfect, nee. Weet je wel. Hallo? Dat herkennen we wel. Hoor. Ja, nee, sorry, hoor. Maar wat we ook vooral herkennen is het idee dat andere mensen hebben dat wel zo is. Hè? Dus wij zijn ook niet perfect. Nee, lieve mensen, wij zijn ook onder. Niet perfect. En het lijkt wel zo. Anyway, 3 jaar geleden begon ik ineens telefoontjes te krijgen en rekeningen van afspraken waar ik nooit was geweest. Dus ook op afdelingen waar ik ook hopelijk nooit kom. Allemaal raar. Dus ik ben dan iemand, ik denk dan, dat is heel zielig voor die andere patiënt. Dus ik ga dan, misschien heeft die dan wel dingen gemist. Dus ik ga beginnen dan te bellen. Dan heb je in Brussel natuurlijk Franstalig af en toe, slecht Nederlands, een beetje Engels. Dus die zit al een beetje zo. Ja. Dat gebeurde steeds vaker. Tot op het punt dat ik dus mensen aan de telefoon kreeg. En dat ik zei, ik ben deze persoon niet. Ik weet niet hoe die... Blijkbaar staat het op mijn naam, maar ik ben,
ik hoef niet naar oncologie. Ik ben echt oké. Okay. Ja. Weet je wel? Ik hoef niet naar dit. Ik hoef niet naar dat. Nee, ik bel wel als ik wel moet komen. Ja. Tot, maar ook boetes bijvoorbeeld, dat ik niet op afspraak was geweest. Rekeningen. En toen kreeg ik dus steeds vaker mensen aan de telefoon die zeiden van zo'n, weet je, zo'n Gerda-receptie, die dan zo zegt, ja, maar het staat in mijn scherm. Computer says, you are. Precies, maar this person, dat ik op een gegeven moment ook dacht dat ik een beetje gek aan het worden was. Want ben ik dan toch geweest? ben ik nou toch sterven? Is er aan de hand? Heeft iemand mij iets niet verteld? Echt tot het punt dat iemand de hoorn erop heeft gegooid van, ja, mevrouw, u bent gek geworden. Wat vreselijk. Dat je op een gegeven moment helemaal een beetje zo denkt van, maar dan, is er iemand anders die rekeningen dus niet krijgt, die zorg wel heeft. Ja, maar er zijn heel veel linkse schavenmaris in Brussel. Nou, dat kan toch niet? Ja. Nee, maar goed, toen op een gegeven moment heb ik op daadkracht en op gewoon op puur doorduwen heb ik iemand aan de telefoon gekregen die zei, nou, allee, we zullen eens kijken. Dus die ging dan wel de technische diensten bij, 3 kwartier in de wacht. Het bleek inderdaad, er zat een label op mijn patiëntenkaart, waardoor ik van een farmaceutische bedrijf zou zijn. Ook raar. En goed, het was opgelost. Na 2 jaar, helemaal blij. Klinkt wel heel Belgisch, ja, deze situatie. Ja, is ook zo. Klinkt wel echt met fysieke labels en stickers. En, ja, het is bizar. Ja. Maar goed, dat is zo. En ook heel leuk. Ja. En dat heeft een jaar, ging dat helemaal goed. Tot deze week. Toen werd ik... Had ik een voicemail met... Hallo, uw afspraak voor met die en die dokter kan niet doorgaan. Kunt u bellen voor een nieuwe afspraak? En een rekening in mijn mail van een afspraak waar ik was geweest, waar ik niet was geweest. Dus ik vrees... ze hebben dus ook er niet even bij gezet. Dit is deze mevrouw overkomen. Let er even op. Dus ik begint weer helemaal opnieuw. Het is echt Belgisch dan. Nou, ik heb met de KPN ook een keer meegemaakt. Dat ik gehuild. Ik heb gehuild. Omdat ik niet... Ze begrepen gewoon... Niet gehuild. Iets. Jawel. Ik kon niet meer. Ja, maar je bent gewoon op. Ik zweer het je. Ik heb gehuild. Ik kon niet meer. Ik zei, maar ik word gewoon niet geholpen. Ik moet nu van mijn contract. Het slaat nergens op. Maar het gebeurde niet. Nee. Op een gegeven moment word je zo gek. Ja. Ik heb echt gehuild. Het is geen grapje. Nee, maar ik vind wat ik er... Kijk, want voor mij is het vervelend. Je hebt al mijn emoties. Zie je het? Ja, mooi, ze al meteen voorlopen op het onderwerp. Ik voel me zo gezien. Ja. Ja. Maar wat ik het ergst aan vind... Kijk, ik heb de tijd, de middelen en het karakter om dit te fixen. Ik kan een rekening eerst betalen, daarna klagen. Ja. Ik heb de tijd om 3 keer in de wacht te staan. Je bent geen toeslagenouder. Voilà. En ik heb het karakter om te zeggen, ja, stuur me nog maar een keer door. Hallo, je hebt me net uitgegooid. Doe het nog maar een keer. Ja, je wordt gek. Dit zegt zoveel over hoe we dus met computersystemen omgaan. Dat mensen gewoon alleen maar denken, allemaal staat op het scherm. Hè? Dus ik zou denk misschien best wel leuk vinden om een bedrijf daarin te beginnen. Dat mensen mij kunnen zeggen, problemen, ik zit vast. Ja. Met een ziekenhuis en dat ik dan gewoon blijf doorbijter. Ja. De hond die erachteraan gaat. Later. Ja, ja. Nou, goed dieptepunt. Heb je nog meer in je tas meegenomen? Laatste beetje dan. Ja? Is eigenlijk een hoogtepunt en een dieptepunt. Ik weet niet of jullie erover gehoord hebben. Deadshift UK is een Instagram pagina. En dat zijn een aantal vaders, mannen en co-ouders. Die eigenlijk op een ludieke manier aandacht vragen voor verlof. Ah, een langer verlof. Want dat is in de UK niet goed geregeld. In UK is het, maar in Nederland is het natuurlijk ook vrij krankzinnig. Idioot kort. 1 week wel betaald, maar dat is dan 1 week. In de UK is het, in het Verenigd Koninkrijk is het 2 weken deels betaald. Dus dan krijgen afhankelijk ze, snoepen van ze er hoeveel, wat vanaf. Hoeveel betaald, ja. Ja, ook nog in de 2 weken. En daarna heb je dus pech. En wat zij hebben gedaan, zij zijn met een groep kerels zijn ze de straat op gegaan en hebben mannen standbeelden. Ja, in steden, die met die... Daar hebben ze een draagzak aangehangen. Ja. Een leuke artipop. Een leuke artipop. Hartstikke leuk. Hebben ze daar aangehangen? Nee, denk ik niet uit. Ja. Die zijn duur. Als je nog een paar stappen maakt in de influencerij, dan krijg je ze gratis. Ja, nou, alvast. Non-influencer. Oké, dus om. Maar dat komt echt vanuit de mannen. Ja. En dat is goed. En dat is belangrijk. Maar in Engeland heet het dus Deadshift.
Deadshift. Deadshift, oké. Okay. Nou, die staan op de barricade op een soort hele. Ja, nou, dus ik wil ook echt de mannen, jullie bedoel. Ja, jullie ik ga voorop lopen. Uitnodigen. Ik wij gaan hier ook op zo'n beelden. Ik heb ook vaker gezegd over die deeltijdcultuur. Ik heb echt ook veel mannen in mijn omgeving die klagen over het feit dat hun vrouw dan op een gegeven moment binnenkomt van, nou schat, ik heb goed nieuws. Ik ga terug. Ik ga na 3 dagen heb ik overleg met de baas. Dat die mannen denken, ja, waarom is dat goed nieuws voor mij? Want ik moet dan meer gaan werken, want we willen niet inleveren als gezin. Ja. Dus ja, ik heb ook wel eens gezegd van, nou, volgens mij moeten de Nederlandse mannen moeten de deeltijdcultuur gaan bevechten. Want ja, het moet ergens vandaan komen, ja, die strijd. Zeker, ja. Even naar het hoofdonderwerp, want jij maakt je zorgen over de kinders. Eigenlijk maak ik me zorgen om de kinderen. Want jij hebt één kinder. Ik heb 1 kinder. En 1 kinder van 9. Van 9. Het is een zoon. En hij zal. En ik moest beloven dat ik naar hem zou zwaaien. Zo lief. Hou van jou. Sal. Ja, snap en, ik. Sal is een 9-jarige jongen. Ja. Sal of Sal? Sal. Sal. Maar in het Engels is Sal. Dus ja, oké. Okay. Echt Sal. We go international. Sal. 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 Ja. En heeft hij al een mobiele telefoon? Zeker niet. Nee? En mag hij op TikTok? Zeker niet. En mag hij op een iPad? Zeker wel. En mag hij dan op alles? Of heb jij iets ingesteld? Dat nee, hij ik heb codes... niks ingesteld. Maar heb mag, ik dus ook nog niet. Hij mag niet op YouTube. Dus ik maak me niet zozeer zorgen om filmpjes die hij gaat zien. Maar ik maak me wel zorgen om wat er aan het gebeuren is. Het hoofdonderwerp is toxic masculinity. En ook wel toxic femininity. Want ik vind het ook belangrijk om de vrouwen niet uit te wissen hierin. Want anders wordt het alleen maar zenden. En ik denk dat vrouwen ook een rol hebben. Ik vind het gevaarlijk waar het naartoe gaat. Op het gebied van Andrew Tate-achtige stemmen. Of in ieder geval het idee, de man moet provide and protect. Oh, ik heb dat filmpje gezien van Fabrizio. Heb je het gezien? Ja. Dus dat is die... een of andere Belg. Ja, zo'n bekende Belg die zo'n reality ding heeft gedaan. En die zit heet het in het Engels en Nederlands door elkaar. En dan is het provide and protect inderdaad. Provide and protect. Dus de vrouw die kan lekker thuis met de kindjes. En dan lekker geen stress in het leven. En dan kan ik en dan pak ik de stress buiten. Die pak ik op buiten, daar is dan alles. Buiten is alle stress, maar binnen is de veilige kokon waar niks mis kan. Maar ik zag nog een filmpje, die had je volgens mij ook meegestuurd, van een vrouw die zei dat de man die moest daar de regelmaat in het huis brengen. Ja, zei, de man zet de kaders. De kaders was de man bepaalt de regels. Zodat iedereen daar binnen die kaders. Oh, dat vond ik zo heftig. Ik vond haar eigenlijk nog veel heftiger. Want die Belgen die zaten nog wel een soort van... ook zichzelf af en toe een beetje te nuanceren van... niet echt. Ik bedoel, niet echt, maar wel van... dat klinkt dan heel ouderwets. En dan zeggen mensen dat niet kan. Dus ze hadden wel door dat het controversieel was. Ze hebben bewustzijn wat er aan de andere kant speelt. Precies, precies. Okay, ze lieten wel merken dat ze ook weten dat er mensen zijn die er anders over denken. Dat is en deze vrouw, die zat met een volkomen vanzelfsprekendheid. Ja. Gewoon echt de secretaresse van een lokaal loodgietersbedrijf. Die zat, een man stelt de regels en een vrouw houdt zich aan die regels. Ja. Maar het is vooral mijn vraag. Kijk, dat zij dat zo vindt en dat thuis zo gaat, dat zal dan wel. Maar waarom moet ze, want het was geen bekende volgens mij, weinig volgers. Ja, een doet ze dat uit zichzelf? Moet dat dan toch van de man die de kader stelt en die zegt, jij gaat dat filmpje op? Dat is wel een goede vraag. Nee, maar ik denk, moet dit van je man? Nee. Wat ben je dan aan het doen? Nee, maar ik denk dus dat het nog veel erger is. Ik denk dat het het verdienmodel is. Dus dat denk ik ook. Misschien vindt ze dit wel niet. Ik bedoel, ze vindt het wel echt, maar ondertussen gaat ze helemaal niet binnen die kadertjes thuis zitten, want ze is bezig met, ze heeft een coachingbedrijf en weet je, al die vrouwen en mannen. Ze gaan dan thuis die baren, ondertussen dan allemaal, zie ik je niet. Die hebben ondertussen wel allemaal willen ze dingen van de wereld. Dus ja, want waarom zou je in godsnaam zo'n filmpje opnemen en dan daarna een coach sessie ding willen verkopen? Maar hoe werkt het verdienmodel dan? Dus je zegt, zij zegt dit uitsluitend omdat ze online ziet dat hier de markt zit. Dat hier de tractie zit. Ik heb er natuurlijk geen diepgaand onderzoek naar gedaan. Maar dat doen wij hier. Je moet altijd gewoon doen alsof je dat... Dit is de onderbuikkant. Het is gewoon, je mag alles zeggen wat je wil. Je hoeft niks... Er is geen enkele bewijsvoering. Laat gewoon de innerlijke viaduct helemaal naar buiten. Weird. Ja. Ja. Ja, goed. Ik denk dat een
zoals mannen. En ergens is het natuurlijk ook grappig, want dat hebben natuurlijk mannen heel lang gedaan. Die natuurlijk gewoon die roepen allemaal dingen en die krijgen dan vervolgens dan een bak geld voor. maar vrouwen hebben dat misschien die truc inmiddels ook wel ontdekt. Ja. Wat op zich, dan zou je feministisch zijn dat we goed, precies, goed kunnen vinden. Ja, gewoon derkse. Waren het niet, ja, dat natuurlijk de boodschap rammelt. Ja. Maar wij zijn allebei, wij zijn druktemakertjes. Ik zeg, ik praat nu even in de wij-vorm. Wij vinden is het wij nee, wij ja, vooral. Jullie, ja, ja, maak me nergens druk om. Ja, die fietst straks naar huis, die is alles weer vergeten. Ja, een hele vrolijke goudvis. Ja, en wij zijn druktemakertjes. Dus wij maken ons daar druk over. En dan heb ik af en toe ook wel een stemmetje dat dan op mijn schouder zit en denk van, ja, maar hoe groot is dit nu werkelijk? Ben je nu niet echt toch een vrij marginaal fenomeen hier aan het bestrijden? He, want die filmpjes die wij dan ook weer verspreiden zelf, ja, he, want dat doen we natuurlijk ook die wel. Die krijgen dan weer aandacht. Jij hebt vaak een groter podium dan die idiot, ja, die je verspreidt. En dat geldt er helemaal voor mij. En toch doen we het. Ja, je moet ook lachen, een beetje lachen. Ja, je moet ze ook pesten. Nee, ik vind het heel belangrijk om mensen te pesten. Nee, maar goed, is het niet zo maar dat Hoe groot is deze beweging nou echt? Ja, dat weet ik. Dat weten we nog niet. Nee. Eigenlijk, misschien moet je het zo zien. Het is als de gevolgen van botox bijvoorbeeld. Ja, dat weet je niet op het moment dat het begint. En dat begint nu een beetje mobiele telefoons. Ja, dat wisten we niet toen. En dat begint nu nee, maar ik denk als jij nu een onderzoek gaat doen naar 14-jarigen die Andrew Tate volgen, ja, dat best bang is. Dat is daar wel bewijs voor. En dat dan werkelijk wel echt een probleem is. En dat ze dus hun emoties niet durven te tonen, want het is niet zwakte, stoer. Zwakte is kut en sterk zijn. En dan is dit misschien niet de oorzaak, maar dan is het wel de brandstof. Ja, en het heeft natuurlijk ook een hele duidelijke politieke component. Het is niet alleen, het is niet zomaar een idee over hoe mannen en vrouwen in een relatie met elkaar omgaan. Nee, het is eigenlijk een idee over hoe de hele samenleving in elkaar zit. Hè, met het recht van de sterkste. Ja. En hè, dat zie je in de politiek. En als je gepest wordt, dan sla je terug. Precies. En dan ben je niet kwetsbaar. Als je de grootste wordt bij de verkiezingen, ben je dus de sterkste. Dus mag je de anderen onderdrukken. En dan hoef je niet eens met de... Hè, dat hangt natuurlijk heel nadrukkelijk met elkaar samen. Het mensbeeld wat door deze Tate-achtige wordt uitgedragen. Ja, en de is politieke het realiteit. Het is natuurlijk een heel rechtse manier van denken. Ja. Hè, want er is ook eenmaal geen ruimte voor alternatieven op de hetero relatie. Nee. Dus weet je, het gaat altijd om de man met het vrouwtje thuis. Ja. Dat is natuurlijk een gevaar voor vrouwen. Ja. Voor jouw dochter later eventueel. Ja. En het is een gevaar voor de LHBTQ+. Want hè, alles wat daar maar buiten valt. Ja. Wat buiten heel hetero met de man heeft de broek en de vrouw heeft de rok. Ja. Dat is en ook wat, al. Wat moet ik dan aan? Ja, dat brengt ook gevaar. Ja. Maar het is ook een gevaar voor onze zoons. En dat is zo voel ik het in ieder geval. En ik zal hem absoluut. Maar dat is wel een goede invalshoek, inderdaad. Want en dat is waar die jongen die wordt gezien, die jongetje worden dan gezien. Die Tate-volgelingen worden als potentiële onderdrukkers gezien. Maar het zijn ook eigenlijk potentiële slachtoffers niet jezelf kunnen zijn en geen zwakte mogen tonen, et cetera. Dat is natuurlijk vanaf de geschiedenis eigenlijk. En jullie hebben me wel op een goed moment hier. Want ik was denk ik tot een paar weken geleden echt nog van het feminisme. Dat de mannen gaan maar even aan de kant en de vrouwen mogen nu. Maar ik heb daar wel een nieuwe realisatie in gekregen. Namelijk dat vrouwen worden geboren als potentieel slachtoffer. Mannen worden geboren als potentieel dader. Maar die worden ook geboren als potentieel slachtoffer. Ja, precies. Ja. En daar zouden we het echt wel wat vaker over mogen hebben. En dat vind ik als vrouw... Nou, dat vind ik ook, ja. 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 Ga je nog eindelijk Ik vind dat een heel goed inzicht. Maar jij kiest er dan dus wel voor. Want jij, Sander, post wel eens dat soort lui. En dan zeg je, wat is het ook weer? Werkstraf nu? Of wat is het? Dwangarbeid. En jij maakt er een typetje van. Ja. Is dat, vind je dat fijn om dat met humor dat te doen? Grappig wat je dat doet. Ja. Hoe kwam je erop om dit te doen? Nou ja, omdat ik toch echt geloof dat kijk, ik weet ook wel dat ik helemaal niet iets oplos daarmee. Ja, maar ik vind het heel belangrijk. Want kijk, het is heel, heel populair, zeker ook in onze kringen, zal ik maar zeggen, om te zeggen, ach, laat dat toch lekker en dat moet je toch negeren. Ja. Nee, je moet terugvechten. Ja. En dat doe je door mensen te ridiculiseren. En, ik heb heel de goed. Privilege om dat op een ludieke manier te doen, hè? Want ik ben niet persoonlijk in gevaar. Nee. Dus ik heb de ruimte om dat op een inderdaad op een. Ja, op een jij doet het ook onder een alias, een soort, ik weet niet hoe ze heet, maar er is toch een misschien moeten jullie moeten jullie samen even de naam bedenken. Samant. Toch Samant? Nou, ja, het is een Haagse mevrouw.
Terwijl je helemaal geen Haagse roots hebt. Nee. Dat heb je bedacht dat ze Haags moet zijn. Ja, ze klinkt Haags. Het, zo is, en ze heeft volle lippen. Ik heb zeer een... volle lippen. Ja. Grote gouden oorbellen en erge make-up. En je doet wat ze zegt is hartstikke... Zo'n trucje met je. Zo van, dat neusje. Ja, dat neusje, ja. Oh, leuk. Dat kan ik niet echt. Ja, ja. Maar ik ben dus benieuwd of het dat soort lui raakt. Want jij hebt wel eens berichten gehad van jongens die daar dan toch wel een beetje last... Nou, last, maar die zeggen, dan kun je het alsjeblieft afhalen. Ja. Want ik voel me een sukkel. En vind je het dan af en toe ook niet zielig voor die gastjes? Omdat, zeker als ze jong zijn. Je hebt één keer een heel jong gastje aangepakt. Weet je nog? Die had zo'n financieel... Had hij niet gezegd over zijn leraar. Dat was economieleraar. Ja. Die verdiende maar 50.000 euro per jaar. Wat een sukkel had hij gezegd. Per jaar? Inderdaad, ik heb wel eens dingen ook weggehaald. Omdat zo'n jongen dan zei van ja, dat was ook niet handig. Dat was stom. Nou goed, prima. Maar ik krijg vaker een aanval. Dat stuurde je nog door gisteren. En Marcel Melis, dat is een soort van... Oh, maar Marcel is wel heftig hoor. Marcel Melis is een bizarre kneus. Hmm. Die dus ook weer zich laat interviewen door een of andere stagiair. Hij zei, ja, maar je moet minimaal 500.000 euro... Wanneer ben je klaar, zei hij. Ja, dan heb je 10 miljoen nodig. En als je bij mij wegzet, krijg je 5% rendement. Dan krijg je een half miljoen. Maar een half miljoen, dan kan je echt niks geks doen, hè, zei hij. Hij heeft ook uitspraken als pesten... Ja, als je gepest wordt, dan moet je niet, dan moet je het allemaal niet zielig vinden. Ja, moet je gewoon kickboksen. Ja. Kwetsbaarheid, dat moeten we niet hebben. Nee, je moet en sterk dat denk zijn. Ik, ja, verdomme, dat is dus helemaal niet, dat is helemaal niet waar. Ja. Nee. Want daar creëer je dus alleen maar daders mee. Niet alleen maar daders van vrouwen, maar ook van mannen. Ja. Maar ja. Want jullie zijn elkaars vijanden. Zijn er ook vrouwen die dit zeggen? Dit soort Marcel Melis-achtige uitspraken? Mm. Want dat zie ik nog niet zoveel voorbij komen. Dat ze zeggen, ik wil mijn jongens... Nee, maar omdat mannen die in die conservatieve hoek zitten... die worden geacht sterk te zijn. En vrouwen worden juist geacht... Jawel, maar die moeten het er dus ook mee eens zijn dat als zij een zoon hebben, dat die maar gewoon, die moet niet janken dan, die moet niet zeuren. Nee, gewoon, maar het spiegelbeeld bij vrouwen is natuurlijk vrouwen die alleen maar bezig zijn met gevoelens en spiritualiteit. En, ja, wat ook helemaal niet waar is. Wat ook helemaal niet waar is, ja. Nee, er zijn ook heel veel vrouwen die hebben ook harde kanten. En ja, dat is natuurlijk. Ja. Goed, maar we hebben het nu heel erg over relaties en zo. Ja. Maar deze podcast gaat natuurlijk eigenlijk over vriendschap. Wij willen meer vrouwen in ons leven in een vriendschappelijke vorm. Mm-hmm. En wat dan natuurlijk een bekend fenomeen is, of wat mannen elkaar wijs maken, is dat, nou ja, los van natuurlijk het gebruikelijke gelul over dan wordt er een verliefd op de ander en zo, is dat mannen en vrouwen toch gewoon een ander gevoel voor humor hebben. Dat je daar niet uitkomt. Dat is natuurlijk wel echt een urban legend bij mannen. Ja, vrouwen, ja. Maar ik kan, ze zijn bang dat ze ook niet zo grof kunnen zijn als ze bij vrienden zijn. Nee, maar gewoon doen. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ja. In mijn geval denk ik dat ik ben zeker niet zo'n one of the guys. Maar je kan het wel hebben. Ja, ik geloof het wel. Ja. En humor. Ja, ik vind humor sowieso, dat het zo voorbehouden is aan mannen. Ja, ik weet niet. Ik kan heel erg om jullie lachen als ik naar jullie luister. En ik kan ook heel erg om Stephanie en Janneke van de Zit. Zo kan ik ook heel hard lachen. Ja. Wat is dat? Het is natuurlijk, we slaan het natuurlijk ook zo plat op geslacht. Ja. Terwijl ja, ik denk ook dat gewoon hele grappige mensen zijn en hele niet grappige mensen. In ons hele leven hebben we daar ook niet echt, hebben we ons daarvoor opengesteld, ook voor die humor. We hebben ons er gewoon niet voor open. Daar hadden wij het over, dat als er dan een vrouw een keer een minder leuke grap maakt, dan wordt ze door ons ook, dan straf je haar af. Terwijl, dit is wel echt, we moeten ook zelf kritisch zijn. Ja. Dus ik kreeg deze week hebben wij nog beide een fragment van een vrouwelijke cabaretier aan elkaar doorgestuurd. Jezus, wat gewoon echt niet leuk. En dan zitten we dus die legende in stand te houden. Ja. Van vrouwen zijn niet grappig. Ja. Terwijl als ik een grappige vrouw zie... Waarom willen jullie dat heel graag? Laatst was Vera van der Zijl. Die hebben we ook naar elkaar doorgestuurd. Dat vonden we dan weer heel leuk. Ja. Zij kijk dit. Ja. Ja, maar dat dit is zij is de uitzondering die de regel bevestigt. Ja, maar het zit dus al intrinsiek in hoe jullie het behandelen. Ja. Dus jullie gaan dus niet gewoon, je kijkt niet gewoon en dan denk je, oh, grappig of niet grappig. Nee, je kijkt iets, je moet lachen en je zegt, oh, het is een vrouw waar ik om moet lachen. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ja, nee, het is nog erger. Ik zie iets voorbij komen, ik vind het niet grappig. En ik denk, hey, dat is een vrouw, dus ik moet daar nu een punt van maken tegenover mijn mannelijke vriendje. Door te zeggen, oh, het is weer een vrouw die grappig probeert te doen.
Dat is echt heel erg. Vinden jullie vrouwen, vriendin grappig? Onze eigen vriendin? Nee. Nou, soms. Jezus. Nee, maar. Ik vind hem soms wel grappig, maar het is niet. Het is heel grappig. Anders dan. Nee. Nee, maar echt heel anders dan mannen grappen. En waar ik echt kapot om ga. Ja, dat is wel anders. Ja, ik af en toe heeft ze even een momentje en dan doet ze nog iets geestigs wel. Maar echt grappig, dat echt huilen, nee. Het wordt veel gehuild, maar niet van. Niet omdat het zo leuk is allemaal. Ja. Goed, we gaan naar het snoepje. Ja, heb jij iets meegenomen? Het snoepje van de week. Ja, ik heb een snoepje. De vraag was ook van, is dat nog van deze tijd, hè? Het snoepje? Nou ja, kijk, als je vrienden bent, dan wordt er wel eens geluld over andere mensen, toch? Ik vind daar niet zoveel mis. Maar heb je daar veel kritiek op gekregen? Ja, dat was altijd heel problematisch. Het is terug, omdat de mensen daar gewoon naar vragen. En we hebben het zo nu ingekleed dat jij komt ermee. Ja, dus wij wassen onze handen in ons geschuld. Ons geeft geen blaam. Dat snoepje wat jullie altijd dan hebben gedaan, dat was die vonden het bijna altijd heel erg leuk. Nee, maar dat was toch nooit alleen maar op tieten en zeker niet. En nee, misschien de eerste drie. Als die tieten heel erg in het oog sprongen, maar ook letterlijk in het oog sprongen. Maar dan was dat ook wel de bedoeling van de desbetreffende snoep. Ja, dan had ze... Ja, maar dat is later volgens mij wel veranderd. Ja, dat er ook wel iets zinnigs uit. Er waren ook mannen bij. Maar we hebben ook Thierry Baudet op de natuur. Ik vind dat seksisme is toch echt... Als we dit al seksisme gaan noemen, dan... Nienke, je bent bij deze aangenomen als vriend. Want dat zijn we natuurlijk met je eens. Ja, ik vind heel veel dingen wel seksisme. Maar het snoepje van de week niet. Wat heb je mee? Ik heb Jeremy Allen White. Ja. Wie is dat? Dat is die van hoe heet dat nou? Die serie die ik kijk. De Bear. Oh, ja, die kookserie. Die keuken. Maar ik ben een beetje verliefd op zijn vriendin in de serie. Jezus, wat is dat een leuke ook. Hij heeft een goede bos krullen. Hij heeft ooit in een Shameless gespeeld. Hij is dus zeker mijn snoepje van de week. Maar juist niet vanwege die campagne. Nee. Dus wacht even. Dus jij had hem altijd als snoep. Toen ging je die Calvin Klein reclame doen. Toen dacht je, hè? Ja, en toen dacht ik toch, vond ik dat toch jammer. Ik vond het ook wel fijn dat ik dus merkte van, waar mannen graag wat seksistisch praten over vrouwen in weinig kledij. Ja. Doen mannen dat even zo goed. Doen vrouwen dat even goed met mannen. Ja, tuurlijk. Dus dat is ook wel weer fijn dat we dat uit de wereld hebben. Dat ook echt wel twee kanten op gaat. Maar ik vind het wel altijd opvallend. Daar hebben we het ook eerder over gehad in de podcast. Dat Nederlandse vrouwen zo tolerant lijken voor slechte mannenlijven. He, dus Nederlandse mannen, die komen eigenlijk, zeker in onze kring, komen best wel weg met het verwaarlozen van hun lijf. Waarom zijn jullie zo aardig voor ons? Ja, als ik nu ga zeggen dat zo is, dan heb ik thuis iets uit te leggen. Ja, precies. Ja. Maar het is wel echt zo. Het is echt zo. Want in Italië kom je er niet meer weg, hoor. Nou, Italië misschien, I don't know. Maar in Zweden merk ik al echt dat al die gasten zijn fucking Nederland. Fit. Ja, oh, fit. In Zweden, ja. Nee, in Nederland is dat wel echt minder. Ja, het zit maar ook wel die generatie onder ons natuurlijk wel, hè. Maar onze generatie super, is echt... Echt super aardig. Ja. Die vrouwen. Wij zijn niet zo aardig terug. Nee. Wij zijn minder tolerant terug. Maar ik vind het een heel goed snoepje. Hij is, hoe oud is hij? 3,34. Ja. Dus toch al bijna 10 jaar. Opeens komt het in me op. Wat zijn de regels voor vrouwen? Want kijk, als wij hier een snoepje behandelen van, laat ik zeggen 25. Dan beginnen wij met ons 40 jaar. We beginnen toch eigenlijk gewoon vieze oude mannetjes te worden. Ik wil daar ook het antwoord op. En ik heb daar ook wel... Ja, ik vind ook vaak jongere mannen heel aantrekkelijk. Dat snap ik, ja. Maar dan denk ik ook, maar ik ben toch... ik ben pas 42. En dan denk ik, fuck, ik ben 42. Ja, shit. Ja. Kan ik dat nog lekker vinden? Ja, ik vind het natuurlijk wel. Hoe lang kan ik het nog uitdragen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of er dezelfde regels voor vrouwen als voor mannen gelden. Nog niet, maar misschien moeten die er wel komen. Ja. Goed,
Nienke. We hebben nog genoeg om door te praten bij de after. Want we hebben een after talk. Er zijn kaarten voor te koop via Podimo. Wat wel bij Podimo is, is meer van Jaap en mij. Ja, 2 afleveringen per week. En dit is dan de derde, maar die is niet bij Podimo. Dus ja, als je dat wel wil, podimo.nl/ Gier. Die aflevering is natuurlijk een wat ander karakter. Dan nemen we meer het nieuws door. Zitten we meer bovenop het nieuws. Zeiken we elkaar wat meer af. Ook zeker, ja. Zitten we toch wat minder rechtop. Meer onderuit gezakt. Nou, doen we minder ons in? Best. Dan renten we. Nee, we houden ons niet in. Maar, maar ja, ik weet niet. Dan is ook gewoon meer woede over het nieuws. Ja, woede. In, want ik kijk geen nieuws. Vrouwen kijken geen nieuws. Of is dat het niet? Nee, dat is het niet. Maar dat is gewoon niet de thematiek ik van deze podcast. Ik hou thuis inderdaad, Kim, erg van het nieuws af. Het is ja, alle stress moet zij, die neem ik op mij. Ik wil dat zij stressloos door het leven gaat. Protect and provide. En krant lezen. Oh, wat goed van jou, Jaap. Bedankt namens alle vrouwen.